Het boek Openbaring is een prachtig boek. De openbaring van Jezus Christus. Hij komt terug. Dat is waar het over gaat. Maar in het boek staan ook 7 brieven. Brieven die de Heer Jezus heeft gedicteerd aan Johannes, die hij moest schrijven aan 7 gemeentes. Maar hij zegt niet 7, maar de 7 gemeentes. Het is de moeite waard om daar eens goed naar te kijken. Dat willen we vandaag beginnen te doen. We doen het in 3 delen. Je zou kunnen zeggen, het gaat over het tijdperk van de gemeente, wat er nu is. Alle brieven moesten worden gelezen aan alle, voorgelezen, gelezen in alle gemeentes. Er zijn er 7. Het gaat niet over Korinthe, Rome wordt niet genoemd, Thessaloniki, Filippi wordt allemaal niet genoemd. Ook 2 gemeentes in Azië, Colosse en Hierapolis, staan er niet in. Maar het gaat in deze 7 brieven eigenlijk over de hele gemeente. En over onze verantwoordelijkheid. We kunnen het toepassen op onszelf, dat ook zeker. Op onze gemeente, de groep van gelovigen waarmee we samenkomen. En we kunnen het ook toepassen als het gaat om beloftes. Beloftes die de Heer geeft aan overwinnaars. Elke brief bevat beloftes. Je zou kunnen zeggen dat het zijn 7 typen gemeentes. Die we nu hedendaag ook zouden kunnen aantreffen. Misschien zijn sommige delen wel vooral van toepassing op de gemeente waar ik zelf deel van uitmaak en andere weer op andere typen. Maar het is ook door de geschiedenis heen. Je zou er ook een profetische kerkgeschiedenis in kunnen lezen. Natuurlijk dan wel zoals de Heer Jezus die ziet. Want dat is wel heel belangrijk om te kijken met zijn ogen. Dat doen we niet vanzelf. Als we dan kijken naar de structuur van de brieven, dan kunnen we zien dat die steeds ongeveer hetzelfde is. Niet alles staat in alle brieven, maar het begint altijd met schrijf aan de engel. De engel, degene die de boodschap die de Heer Jezus wil doorgeven, kan doorgeven aan de gemeente. Dat kan een oudste zijn, een pastor, een dominee. Hoewel het woord dominee een beetje een probleem is, vind ik. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om degene die de verantwoordelijkheid kan nemen en die ook in de hand van de Heer is. Want zo zijn de 7 sterren in de hand van de Heer. Dit zegt hij die. Dat is de volgende onderdeel. Heel vaak vinden we dat terug in de beschrijving van Johannes van de Heer Jezus in hoofdstuk 1. Niet allemaal, maar bijna alle brieven hebben daarmee te maken. En dan zegt hij heel vaak, ik weet hoe het met u is. En het kan heel positief zijn, zo begint Efeze ook. Ik weet van uw werken, maar het kan ook negatief zijn. Als er een positieve boodschap is, dan vinden we vaak ook een maar. Ik heb tegen u, zoals we dat in Efeze ook heel duidelijk zullen zien. En dan roept de Heer ook op tot bekering, bekeer u. En geeft hij ook een bemoediging. Een maar. Maar nogmaals, die onderdelen staan er niet altijd allemaal in. Bij sommige gemeentes is er geen tegen u. En bij sommige is er niet eens een voor. Een bemoediging. Iets wat er werkelijk, waar de Heer werkelijk hen om kan prijzen. We zullen dat zien. Altijd staat erin wie een oor heeft om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. De Geest van God wil spreken tot alle gemeentes. En als we een oor hebben om te horen, als we werkelijk luisteren, dan opent ons hart zich. Dan kunnen we overwinnaars worden, wie overwint. En dan komt er een geweldige belofte. Vanaf Thyatira wordt dat omgedraaid. Er is eerst wie overwint.
Want dat is blijkbaar degene die kan horen. En als we dan verder kijken, dan zien we dat er ook inderdaad een profetische kerkgeschiedenis wellicht in te vinden is. Dat kan alleen als een toepassing achteraf. Pas achteraf zien we wat er van toepassing zou kunnen zijn. We zien de eerste periode na de apostelen, zien we bepaalde kenmerken terugkeren die we in Efeze vinden. In de tweede periode van de 10 periodes van verdrukking tot op Constantijn zien we kenmerken die we bij Smyrna vooral tegenkomen. En dan is er ook geen ik heb tegen u. Niet omdat er geen dingen zijn die hij zou kunnen inbrengen tegen die gemeentes, maar omdat hij vooral wil bemoedigen in periodes van verdrukking. En het gaat dan uiteindelijk om wat wij doen met wat hij geeft. Daarom ontbreekt wellicht de reformatie. Daar zijn we wellicht verbaasd over. Maar als we daar zijn, zullen we zien dat er ook best een vraag is. We zien ook die periode van, natuurlijk voor de reformatie, van de kerk die langzamerhand begint af te wijken. En waar een hiërarchie zich ontwikkelt die niet bijbels is. Eén is een meester, maar ook noem niemand heer, noem niemand vader, zoals het woord paus eigenlijk vader betekent, een dominee heer. Er zijn heel wat vragen daaromheen. En ook de hele structuur met bisschoppen die zich over een aantal kerken stellen of gesteld worden, klopt niet. Dat is niet wat de Bijbel ons aanreikt. Oudsten, presbyters, waar het woord priester van wordt afgeleid, en bisschoppen, dat is allemaal één en hetzelfde. In de schrift is er een presbyterium, een groep van oudsten, die als opzieners zijn aangesteld, die taken vervullen, die ook niet al te jong moeten zijn bijvoorbeeld. Er zijn allerlei redenen waarom dat zo zou moeten zijn, zoals de schrift dat aangeeft. En het gaat dan van het wegnemen van de kandelaar naar het uitgespuwd worden. En van het geheel van de hele gemeente, die hij in de eerste brief duidelijk aanspreekt, naar op een gegeven moment eigenlijk alleen maar een overblijfsel, totdat uiteindelijk in Laodicea de Heer moet zeggen, ik sta aan de deur, ik sta buiten. Als iemand, dan zijn er maar enkelingen die hem zullen horen. Wat ook belangrijk is in deze brieven, is de verwachting van zijn komst en de plaats van Israël. Want waar die plaats er is, waar er ruimte is in gemeentes om te kijken naar het herstel en naar de profetische lijn die de Heer geeft, dan is er vaak ook bemoediging. Dat zien we met name in de periode van Philadelphia. Daar zullen we op terugkomen. Zo kijken we naar het geheel. Laten we nu de eerste twee brieven gaan lezen. En we beginnen in Efeze. We aantreffen in deze 7 brieven. Schrijf aan de engel, hoofdstuk 2 vers 1, aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Geweldig om dat te weten, dat als je verantwoordelijkheid wil dragen voor de gemeente, dat je dan in de hand van de Heer bent. Die in het midden van de 7 gouden kandelaars wandelt. Hij kijkt hoe het is met het getuigenis. Ik weet uw werken. Hij weet hoe het is. En uw arbeid en uw volharding. En dat u de boze niet kunt verdragen. U hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat ze apostelen zijn en het niet zijn. En hebt hen leugenaars bevonden. Altijd weer opnieuw komt dat op dat mensen een positie willen innemen die hen niet toekomt. En dan kun je dat testen.
Wat zijn de kenmerken van een apostel? In Efeze hadden ze dat door. Dat was ook de plaats waar Johannes vandaan kwam. Toen hij werd verbannen naar Patmos. En u hebt volharding en het verdragen te willen van mijn naam en u bent niet moe geworden. De Heer prijst hen om hun volharding, om hun vasthoudendheid. En het feit dat ze niet moe worden om het goede te doen. En het kwade te weren. Dat is belangrijk, dat we dat doen. Maar, zegt hij dan, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is zo belangrijk. Ze waren misschien begonnen met die eerste liefde om daar vandaan al die goede dingen te doen en het kwade te weren. Maar geleidelijk aan was dat buitenkant geworden wellicht. En dat is altijd het gevaar dat we onze echte liefde voor de Heer kwijtraken. Die diep gevoelde liefde na de bekering. Dus dat is wel belangrijk. Want de Heer zegt dan, bedenk dan waarvan u afgevallen bent. Het is van de grote hoogte, want dat is wat de Heer in ons hart heeft uitgegoten. Door de Heilige Geest, zijn liefde van Hem, voor Hem en voor elkaar. En die eerste liefde kan langzamerhand uitdoven of verdwijnen. Bekeer u en doe de eerste werken. De eerste werken die je deed voor de uit liefde voor de Heer. Maar zo niet, ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat is wat we uiteindelijk in Efeze zien. Helaas is de gemeente daar in dat deel van de wereld verdwenen. Maar er is toch een andere bemoediging. Dit hebt u dat u de werken van de Nicolaïten haat die ook ik haat. Er zijn verschillende gedachten over wie dat nou zijn. En in de volgende brief komen we daar opnieuw op terug. Maar laten we eerst maar eens kijken naar de betekenis van de naam. Het betekent overwinnaars van het volk. En dat is precies wat we in de loop van de kerkgeschiedenis zien. Dat er mensen, een hiërarchie zich ontvouwt. En dat mensen boven anderen gaan staan. Ik heb het al genoemd, de priesters, de bisschoppen. Ook dominees worden soms boven anderen geplaatst. Dat is niet Gods bedoeling. Natuurlijk, als we met gezag vanuit het woord van God spreken, dan hebben de mensen te luisteren naar het gezag van het woord. Dat is wel degelijk belangrijk. Maar niet als een structuur van hiërarchie waar de een boven de ander staat. Gij zit alle broeders. Eén is uw meester. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Zie je het? Dat vind je steeds opnieuw terug. Het is een woord voor alle gemeentes. En wie een oor heeft, die luistert naar wat de Geest zegt, die kan daar ook mee aan de slag. En die kan ook een belofte claimen. Wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Dat is niet de Hof van Eden, want die is verdwenen. Daar is de mens weggestuurd. En die hof is in de zondvloed verzwolgen. Maar er is altijd het goede wat bewaard wordt in het paradijs van God. Waar Paulus zegt dat hij heen toe is opgetrokken. In het paradijs van God. Waar de goede dingen niet alleen bewaard worden, maar hersteld worden. Ook aan het eind van het boek Openbaring vinden we daar opnieuw dat geboomte des levens meervoud. Want als God gaat herstellen, dan maakt hij het mooier dan het eerst was. Dat is zijn bijzondere manier van werken. En laten we dan nu kijken naar die tweede brief, Smyrna. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. Een heel belangrijke boodschap. Dood geweest en weer levend geworden. Dit is een gemeente die zucht onder de verdrukking. Maar hij is de overwinnaar over de dood. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. Maar u bent rijk. Die tegenstelling is er.
Ze zijn arm, maar ze zijn rijk, andersom dan we bij Laodicea later zullen vinden. Hij weet hoe het is. En daarom heeft hij ook geen opmerkingen of geen aanmerkingen op deze gemeente. En de lasten van hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn maar een synagoge van de Satan. Waarom zegt hij dat? Zijn de Joden een synagoge van de Satan? Nee, dat is niet wat je in het algemeen zeggen kunt. Maar er waren nogal wat tegenstanders. Er was tegenstand tegen de gemeente van de Heer. In de tijd van Polycarpus, hij was bisschop in Smyrna, werd hij juist door de Joden mede verraden en ze droegen zelfs hout aan voor de brandstapel. Nee, er was een heel duidelijke tegenstand. Dat is wat we ook in het Nieuwe Testament een aantal keren vinden, dat sommige Joden zich niet bekeerden en dan wel tegenstanders werden. En als ze tegenstanders zijn, Satan is de tegenstander, dan zijn ze dus een verzameling, een gemeente, een bijeenvergadering van de tegenstanders. Tegenstander van de Satan. Dat geldt niet in het algemeen voor alle Joden natuurlijk, dat is onzin. Er is geen enkele reden voor antisemitisme in die zin. Maar er was tegenstand. En dat vinden we ook in deze periode van de gemeente, waarin vanaf Domitianus er 10 periodes zijn van verdrukking. Dat is wat de Heer ook zegt. Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat u op de proef gesteld wordt en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. 10 periodes, dat is wat de Heer voorzegt. Dat is ook gebeurd in die geschiedenis tot op Constantijn. Niet alle periodes en niet overal in het hele Romeinse Rijk, maar we kunnen die onderscheiden. Wees trouw tot de dood. Houd maar vol. En ik zal u de kroon van het leven geven. Want ik ben de overwinnaar over het leven. Wie een oor heeft, laten horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Hier vinden we de geweldige bemoediging voor hen die in de verdrukking lijden. Er zijn misschien beste aanmerkingen te maken. Dat was zeker ook in die periode wel het geval. Het geleidelijk vormen van de hiërarchie bijvoorbeeld. Maar de Heer heeft het daar nu niet over. Want hij ziet hoe ze lijden. En in die situatie wil hij vooral bemoedigen en hen versterken. En zeggen, van de tweede dood leid je geen schade. De dood die de werkelijke scheiding van God betekent. Want wie overwint, sterft misschien lichamelijk. Maar zijn ziel leeft voort bij de Heer en hij zal opstaan. Hij zal een nieuw lichaam krijgen. Het nieuwe lichaam waarmee hij de Heer zal mogen dienen. Het is een geweldige bemoediging en belofte hier. Van degene die zegt, ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. Zo bemoedigt hij de verdrukten in de landen waar er verdrukking is. En een situatie waarin mensen persoonlijk dat ervaren. Die bemoediging is er altijd. Zo is onze Heer. Hij wil bemoedigen en versterken. De volgende keer gaan we op de volgende 3 gemeentes in. Om daarnaar te kijken wat daarvan te vertellen is. Dus we zien uit naar de volgende keer.